Als je dingen wil leren, kom naar Ergotherapie de Zandloper. Vlakbij het station in Den Bosch. En ben jij dat dan ook? Oh, ik ben er altijd. En Marjan ook? En Marjan ook. En Jaap Aapsijn is zo leuk, want alle kinderen die hier komen, daar mag ik mee spelen. En dat vind ik heel gezellig. En de meeste kinderen vinden het ook wel heel leuk om met mij te spelen. Wat heb je een leuke voeten? Oh ja, mijn voeten die zijn wel het mooist. Maar heb je mijn haar gezien? Ja, ik vind dat je een ontzettend hip kuifje hebt, zeg. En mijn oortjes. Kun je er goed mee horen? Ja, heel goed. En mijn dikke buikje, dat is van alle peperkoek. Maar waarom komen die kindjes hier dan? Die komen omdat de juf vindt dat ze niet zo goed kunnen schrijven. Oh ja. Of ze komen hier omdat ze hun veters niet kunnen strikken. Of omdat ze een beetje onhandig zijn. Eigenlijk een beetje zoals ik. Ja. Oh, veters strikken, dat is lastig, weet je dat? Hoe moet ik dit nou aanpakken? Ik weet het even niet hoor. Maar Marjan, die leert het je. Kijk eens, wat een mooie strik heb ik van Marjan geleerd. Met oortjes en staartjes, ik weet nou helemaal hoe het moet. En zo was er ook een kindje en die had als vraag: ik wil graag tekenen, want dat kon ze niet zo goed. En moet je eens kijken, ze is bij Marjan geweest en ze even leren tekenen. En deze hangt nu in het Noord-Brabants Museum. Knappen, Vander. Haha, in knippen ben ik ook niet zo goed. Maar bij Marjan kun je dat allemaal leren. Kijk maar. Zo, geknipt. Ik heb een heel groot potlood. Omdat ik mijn potlood niet zo goed vast kan houden. Zo kan ik wel schrijven. Zeg Jaap, en je ziet dus heel erg veel kinderen. Oh ja, ik mag altijd meespelen met alle kinderen die er komen. De eerste twee keer niet hoor, dan moet ik heel stil zijn. Want de eerste twee keer kom ik hier allemaal opdrachtjes doen. Oh? En dan kijkt Marjan hoe je die opdrachtjes doet. Je kunt ze niet verkeerd doen. Het is altijd goed, maar Marjan kijkt hoe je ze doet. En dan weet ze wat ze met jou kan oefenen. En na de eerste twee keer mag ik me er wel mee bemoeien. En dan leren ze, de kinderen leren mij dan ook goed schrijven. Want ik schreef bijvoorbeeld de P van Jaap Aap schreef ik altijd verkeerd. En een kindje heeft mij geleerd hoe ik dat goed kon schrijven. En nou schrijf ik de P goed. En het kindje ook? Ja, ja, ja. Want als ze dingen mij kunnen leren, dan kunnen ze het zelf ook. Hè. En soms weet ik echt niet hoe het moet. Maar met Marjan kom ik er dan wel uit. Kinderen komen hier ook om te leren snijden en smeren. En dan begint Marjan altijd met peperkoek. En dan mag ik ook altijd een hapje. Yummy, yummy, yummy. En helemaal aan het eind doet Marjan snoepstelletjes met smarties of dropstaafjes. Daar heb ik zo'n dikke buik van. En natuurlijk alle bananen. Heb jij ook problemen met dingen doen? Kom naar Ergotherapie de Zandloper in Den Bosch. Daar kun je het leren. Zeg Jaap, heb je ook een echte fanclub? Een fanclub? Ja, je kunt op mijn website kijken. Daar zit een speciaal hoekje voor kinderen met Jaap Aap aankleedpopje. Oh? Ja. Welke site is dat dan? www.praktijkdezandloper.nl. Wow, lekker belangrijk. Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Dus kinderen, kom naar de Zandloper. Ik loop met je mee en dan kun je lekker samen oefenen en plezier maken. Kom maar ja, dan sta je niet van aan. Wow, lekker belangrijk. Ja, heel belangrijk, heel belangrijk.